Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe video van Roots. Vandaag gaan we het hebben over het stekken van planten. Mijn naam is Marije Zuidervaart, ik werk bij Koffie op Locatie. Dat is een lunchroom in Amsterdam waar we heerlijke panini's serveren en ontzettende goede koffies. Met een heel gezellig en super gemotiveerd team. Dus kom gerust eens langs. Vandaag een plant stekken. We gaan beginnen met de moeilijke naam, Ravidaphora. Dat is een Latijnse naam en in het Nederlands noemen we de plant de drakenplant. De drakenklimop. Je ziet hem hier achter me en straks bekijk je hem even van dichtbij. Maar voordat we gaan beginnen ga ik eerst mijn werkplek schoonmaken. Want ik vind het altijd heel fijn als ik iets ga doen. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of het een plant stekken is of een cake bakken of een band plakken of whatever. Om een schone werkplek te hebben en opgeruimd en een beetje ruimte, zodat ik lekker uit de voeten kan. Dus er ligt hier van alles wat er niet hoort. Een dopje, scherven, een bril, die zet ik even op mijn hoofd. En ik veeg hem ook even aan. Zo, dan kan ik lekker werken zonder dat ik chaos creëer. En wat ik altijd doe is van tevoren even alles klaarzetten wat ik nodig heb. Want dan hoef ik niet steeds weg te lopen om iets te gaan zoeken of op te gaan halen. Of misschien nog wel zelfs naar de supermarkt toe om iets te halen. Ik zorg dat ik van tevoren alles bij de hand heb. Dan kan ik lekker in het hier en nu bezig zijn met waar ik mee bezig wil zijn. En dan kan ik lekker me concentreren daarop. Nou, dat is hartstikke mindful. En dat is in deze... Oh, hele grote rommel jongens achter mij. Die heeft zin in de lente. Lekker mindful bezig zijn, dus dat is in deze tijden van stress heel gezond voor onze geest. En wat heb ik dan allemaal bij de hand? In dit geval, plantenboek. Dit is een plantenboek uit 1974. Dat heb ik mijn ouders gekregen toen ze gingen trouwen. In de 70e jaren had iedereen planten. En bijna iedereen ook een plantenboek. Misschien bij een oude tante van je of een buurvrouw. Lieverd, ga eens ergens anders. Tenminste, hij blijft. Plantenboek. In de boekenkast kijken bij je buurvrouw of bij je oude tante of bij je overbuurman. Veel mensen hebben nog wel ergens een oud plantenboek. Oude plantenboeken zijn net zo goed als nieuwe plantenboeken. Water. Terracotta potjes. Planten zet je in potjes van terracotta. Dat is een soort klei. Want die zijn een beetje poreus. Die laten wat lucht door en die laten wat water door. En... dat is fijn voor de worteltjes van je plantje, want die hebben zuurstof nodig en die hebben een beetje ruimte nodig. Dus gebruik een terracotta plant. Scherven, komen we zo nog op waar we die voor gebruiken. Plantenvoeding. Potgrond. Een mesje. En natuurlijk hier achter mij de moederplant. De drakenklimop. Nou, ik ga beginnen met jullie even mee te nemen naar de drakenklimop. En dan laat ik jullie zien dat er eigenlijk al worteltjes aan de plant zitten, nog voordat die überhaupt gestekt is. Loop maar even mee. Kijk. Als je deze scheut bekijkt, dan draai ik hem een klein beetje, en dan zie je dat er hier kleine bruine uitsteekseltjes aan de stengel zitten. Dat zijn al worteltjes. Als je de drakenklimop gaat stekken, dan betekent het dus dat je een stuk van die stengel af moet halen waar een paar van die uitsteekseltjes aan zitten. En die uitsteekseltjes, die luchtworteltjes, die zorg je dat in het water terechtkomen. Want daaruit groeien volwaardige wortels. Wat doe je nou met zo'n stengel? Ik laat het je even zien, want ik heb alvast wat stengels losgemaakt. Zo'n stengel zet je in een fles met water. En zo'n fles, oh ja, die had ik trouwens ook bij de hand. Zo'n fles, dat is bijvoorbeeld een lege wijnfles. Het beste is om een fles te gebruiken die van gekleurd glas is. Dus bruin of groen. Want een transparante fles, daar komen de worteltjes minder snel in ontwikkeling. Het moet wel een transparante fles zijn, dus niet een stenen kruik of zo. Want er moet licht bij kunnen komen. Nou, stel je voor dat ik deze afgeknipt heb. Je ziet, deze heeft ook luchtworteltjes. Dan zet ik hem in de fles. En dan schenk ik er water bij.
ongeveer tot zover dat er heel veel van die luchtworteltjes onder water zijn. Dus dat er veel worteltjes zijn die de kans hebben om zich te ontwikkelen. Wat ik wel doe, is eventjes van het gedeelte wat onder water terechtkomt, haal ik even de bladeren eraf. Die bladeren die wil je niet in het water hebben, want die gaan rotten in het water. De stengel met luchtworteltjes afknippen, in het water zetten. En dan krijg je, na verloop van ongeveer anderhalf, twee weken, want deze Raffinophora's heb ik ongeveer anderhalf à twee weken geleden gestekt, dan zul je zien dat er al vrij snel worteltjes ontstaan. Kijk, deze kleine witte uitsteekseltjes, dat zijn al echte worteltjes. Dat waren eerst stukjes luchtwortel. Nou, je ziet het bruine velletje nog wat er toen omheen zat, maar die worteltjes die zijn er gewoon uitgebarsten. Dus deze zou je eigenlijk al in een potje kunnen zetten. Nou, ik zou zelf je adviseren om ze nog iets meer te laten groeien, zodat ze zich nog iets verder kunnen ontwikkelen. Maar de draakklimop is al een hele sterke plant, dus wellicht gaat hij het gewoon doen. Ik ga hem in ieder geval vast in een potje zetten, zodat ik jullie kan laten zien hoe je dat doet. Ik pak een potje en een niet al te klein potje, want ik wil hem niet over een paar weken alweer moeten verpotten. Want ja, die plant die vindt het, die gaat zich lekker nestelen in zo'n potje en die wil dan niet over een paar weken weer eruit. Potje. Neem ik een scherf van een ander potje, van een kapot terracotta potje. En dat leg ik, deze is een beetje groot. Even hoor. De scherf die leg ik over het gat in de pot. Aan de binnenkant. Daarmee regel ik de afwatering wat beter. En vervolgens pak ik mijn tuinaarde. Nou. Lekker de aarde in het potje. Die aarde uit zo'n zak is meestal een beetje losjes en dat laat je ook zo. Je gaat het niet heel hard aandrukken of zo, want wederom die worteltjes die willen lekker kunnen ademen. Ik heb zuurstof nodig. Ik heb aarde in het potje gedaan tot iets onder de rand. En nu ga ik met mijn vinger een gaatje maken. En werkelijk onder de aarde kan. Ga ik het stekje zetten. Zo. En dan zorg ik dat ik dat natuurlijk zo doe, dat die worteltjes ook daadwerkelijk komen. Nou, dan hou ik met mijn vingers eventjes dit plantje in het midden. En dan ga ik de aarde wat aanduwen. Kijk, kun je het goed zien? Ga ik de aarde aan alle kanten wat aanduwen. Niet te stevig ook, vanwege die zuurstof. En dan doe ik nog een klein beetje aarde bij. Dat doe ik vooral aan deze kant. Dan kan ik hem nog een beetje zo die kant op stutten. En daar is mijn plant. Nou, deze drakenklimop is een hele makkelijke plant. Er kan eigenlijk niet zoveel mee misgaan. Hij wil liever niet in de volle zon staan, maar hij doet het prima met weinig licht. Hij doet het prima met veel licht. Als je hem op een lichte plek zet, dan worden de blaadjes wat lichter. Als je hem op een donkere plek zet, dan worden de blaadjes wat donkerder groen. Hij is eigenlijk nooit ziek. Eén keer in de 4-5 dagen voel je even met je vinger van, goh, is de zon, is de grond droog aan het worden, dan geef ik hem een scheut water. Je zorgt natuurlijk dat je hem op een schoteltje of in een sierpot zet, want anders krijg je kringen op je houten tafel. Geef je hem een scheut water en een paar dagen later voel je weer of hij misschien zin heeft in wat water. Een plant water geven is niet een soort automatisch proces van ik geef ze één keer in de week een scheut. Je moet altijd even voelen of de grond droog is en dan geef je hem water en als de grond nog vochtig is dan wacht je nog even. Want bijvoorbeeld in de zomer, als het heel warm is, hebben planten veel meer water nodig, net als wij. Nou, zo verzorg je hem. Planten houden er trouwens niet zo van op de tocht staan. Dus daar zou ik wel een beetje op letten. Moet ik nog meer vertellen? Oh ja, de Raffinophora, de drakenklimop dus, is een heel veel voorkomende plant. En hij groeit heel hard, want die voorbeeld wat ik jullie net liet zien, ja, dat is in anderhalf jaar tijd ongeveer uitgegroeid tot zo'n plant van een paar stekjes. Heel veel mensen hebben hem ook. Dus als je hem ergens ziet, bijvoorbeeld
weet ik veel, je bent ergens op visite bij je moeder of je broer of een buurvrouw of een vriendin. Of je bent bij koffie op locatie. Je ziet die plant en je denkt, daar zou ik eigenlijk wel een stekje van willen. Kun je gewoon vragen, want het is zo weer aangegroeid. Iedereen, of de meeste mensen, zullen het prima vinden om je daar een stukje van mee te geven. Dus in die zin is het stekken van planten en het houden van planten ook nog eens een behoorlijk goedkope hobby. Ik heb er zelf super veel plezier in, mijn hele huis staat vol met planten. Mijn kinderen noemen het een jungle. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vertel jullie de volgende keer heel graag meer over het stekken van planten. Dan gaan we bijvoorbeeld een pannenkoekplant stekken of een... ik weet even niet wat de Latijnse naam is, maar een soort sprietplant. Dat is weer een hele andere procedure. Dus meer daarover de volgende keer. En tot dan. Bedankt voor het kijken. Doeg!